U kijkt naar Omroep Krijtland met vandaag de volgende programma's. Jan en Alleman, koetsje door het Krijtland. We zijn hier vanmorgen in het klooster in Wetten en we hebben de eer om een gesprek te mogen hebben met Henk Eringsveld. Henk, welke rol speel jij hier in het klooster in Wetten? Ik ben, zoals het officieel heet, rector van het klooster. Dat wil zeggen de leiders van de communiteit. Van de communiteit die klein is, een stuk of 10 mensen op dit moment, dus het is echt veel kleiner dan vroeger. Oké, zover jouw taken binnen het klooster. Ja. Maar ik heb ook gehoord, jij bent ook heel vaak buiten het klooster en alleen al omdat jij je hier vanuit het klooster bezighoudt met pelgrimstochten. Ja. Voor de kijker even een pelgrimstocht, een korte definitie. Nou, dat is eigenlijk een tocht, een wandeling. Je kunt ook pelgrimeren natuurlijk met bussen en zo. Er zijn die mensen, moet je natuurlijk ook pelgrims noemen, die met de bus naar Lourdes gaan. Maar mensen die op weg gaan naar een heiligdom, dat is toch eigenlijk wel een beetje een kern, zeg maar, strikt buiten het eigen woongebied. Hè. Dus het echt gaan naar een plek, dat kan heel dichtbij zijn, hè. Zeg maar naar Morens net wandelen. Maar het kan natuurlijk ook een tocht zijn naar Santiago, maar dat doe je niet in één dag natuurlijk. Nee, dat klopt. Maar wat is nou het doel van zo'n pelgrimstocht? Ik heb de eer gehad, moet ik zelf zeggen, om met jou mee te mogen gaan naar de heiligdomsvaart in Aken. Ja. Als een pelgrimstocht hiervan. Het was wel vroeg opstaan, 's morgens om 6 uur. Ja. Maar ik ben meegegaan en we hebben allerlei dingen onderweg meegekregen waar jij met de mensen die de pelgrimstocht meelopen, mee bezig was. Hoe bouw jij zoiets op? Wat ga je doen onderweg? Ja. Om op de allereerste vraag in te gaan, het doel. Hè, je kunt zeggen, nou, dat is dan de plek die je wil bereiken. Dat was dan dit keer de Dom van Aken. Hè. Echt een oude. De weg daarheen vinden we dan ook erg belangrijk. Hè. Het op zich op onderweg zijn, en dat duidde je al op, dat het niet zomaar wandelen is. Maar je goed, we zeggen wel eens, het is wandelen met dat plus. Met een plus. En die plus, dat is eigenlijk dat je af en toe eens even letterlijk stilstaat bij belangrijke thema's die worden aangereikt soms door de plek waar je naartoe gaat. Hè. Op een heilige dag, hè, dat je even stilstaat, wat heeft die voor betekenis eigenlijk vandaag de dag. En dat omzettende thema waar je daar samen over nadenkt. In het geval van de pelgrimstocht naar het heiligdomsvaart. Daar was het thema van dit jaar, geloof in beweging. Nou, dat is een heel mooi thema, omdat je die ook op verschillende manieren kunt uitleggen. Geloof in beweging, hè, dus dat je nooit, als je vast zit, dat je daar nooit meer uitkomt. Het moet altijd de hoop zijn dat je inderdaad in beweging kunt komen weer. En geloven op zich, hè, ons geloof, hè, is sterk in beweging. Nou, goed, daar staan we dan stil bij de opening. Bij af en toe zo'n moment, bij een wegkruis zoals ze dat al gedaan hebben. En natuurlijk ook het eindpunt. Maar goed, in dit geval was het dan dat we ons aansloten bij een grote viering die daar was. Als je nou vergelijkt, je hebt zelf ook pelgrimstochten voor jou alleen gewandeld. Ja, als je dat vergelijkt in een groep begeleiden of je gaat alleen. Ja. Je bent zelf, als je net vertelde al, naar Zuid-Italië geweest. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dat voorbereidt als een soort voettocht, als een lange vakantie, ja. Mag ik hem zo noemen. En, maar hoe stippel je die route dan uit? Op een landkaart, heb je Italiaanse kaarten waar je zegt, daar is het meer groen? Of hoe pak je zoiets aan? In Italië moet ik zeggen, ja, dat was toen, ik wilde via Assisi gaan naar Rome, in die tijd waren er nauwelijks routes, wandelroutes naar Rome bekend. En Italianen wandelen heel weinig, dus in de Po-vlakte was het maar gewoon proberen zo'n rustig mogelijk weg te vinden op de kaart en die daar lopen. En dan probeer je hier en daar wel een grindpad uit, maar als je daar na kilometers lopen bij een boerderij uitkomt en verder niet meer kunt,
omdat je hoopte dat die weg ergens naar doorliep en je moet weer terug, ja, dan leer je het wel af om te veel avontuurlijk dat soort paadjes te nemen die niet op de kaart staan of zo. Wat is voor jou leven als een pelgrim? Ja. Want je houdt je heel veel bezig met de tochten hier binnen jouw andere taken van het klooster. Wat betekent het leven als een pelgrim als je onderweg bent? Hoe de gedachte, verstand op nul? Dan heb je het inderdaad over die lange tochten, want dat is het eigene. Dat zijn tochten die een hele nieuwe aspecten bij jezelf oproepen. Als je van dag tot dag, en soms week of maanden lang bezig bent. Zeker als je alleen bent, want dan ben je natuurlijk heel sterk met je eigen gedachten bezig. Je moet ook niet vergeten, zeker als, want ik heb dat niet van dag tot dag alles voorbereid. Ook niet waar je de s'morgens vertrekken, niet weet waar je s'avonds aankomt. Dat wil zeggen dat toch heel veel van je gedachten heel praktisch zijn. Van ja, loop ik wel goed? Hè? Zit ik toch niet verkeerd? Heb ik dat weggetje wel goed gezien? Ook van eten onderweg, waar kan ik iets kopen? Zou er een winkeltje zijn waar ik even wat kan inslaan? En waar kan ik terecht vanavond? Er schijnt daar een klooster te zijn of een herberg of zo. En zou daar wel plek voor mij zijn? Dus die hele praktische dingen ben je natuurlijk ook mee bezig. Ja, je bent ook soms wat intensiever bezig met ontmoetingen onderweg. Ik heb een boekje erover geschreven. En een van de verhalen is misschien wel leuk om te vertellen. Dat heet De Pelgrim en de Hoer. Dat speelt zich af in de bovenvlakte. Heel erg heet. Eindelijk zie ik daar een paar bommen staan met schaduw. Daar gelukkig, ik plof daar neer. En ik zie daar wat biscuitjes, een aangebroken rol biscuit liggen. Dus echt, er is net iemand hier geweest. Ik zeg, vond het maar vreemd. Totdat ineens een auto kwam aanrijden en een Afrikaanse schone dame uitstapte en de auto weer ver weg reed. En ze zei, dit is mijn plek. Ja, dus, een hoertje. En ik zei, oh sorry, maar ik mocht dan toch wel eventjes mijn veldfles even leegmaken. Zo. En ik kwam met haar aan het praat over, ja, ze komt uit Ghana en over een stukje van haar leven. En, toen op een gegeven moment kwam er een manneke op een motor van mijn bromfiets aanrijden en die keek naar haar vragend aan. En toen zei ze zoiets met een blik van, ja, het werk gaat voor, dook ze met haar die struiken in. En ik dacht, ik ga maar verder. En wat er dan gebeurt, ja, dat is natuurlijk wel iets een hele aparte situatie, maar je gaat weer alleen verder. En vaak heb je ontmoetingen op een dag, die worden meteen weer overweldigd door allerlei andere dingen die weer moeten gebeuren. Dus je hebt alsmaar weer dingen te doen en hier heb je de tijd om daar bij stil te staan. Bij stil te staan bij zo'n vrouw, wat hem nou beweegt, hoe dat nou komt, dat zij dan haar heil moet zoeken. Ook deels vanwege financiën en zo. Als je dat zo vertelt, je laat de beslommeringen van het klooster en de wetten even voor een paar maanden achter je. Mm-hmm. Als je vergelijkt met mensen die problemen hebben, die geen priester zijn. Mm-hmm. Ja, dat is in jouw geval. Zou het niet een goed advies zijn, een goede therapie zijn voor mensen die geestelijk in de problemen zitten om een pelgrimstocht? Ja, dat doen ook mensen. Hè. Er zijn nu heel veel mensen die zo'n lange tocht ondernemen naar Santiago. Ik denk dat het belangrijke keuze is, doe je dat alleen of samen met anderen, want alleen dan komt je helemaal je eigen gedachten kunnen dan vrij loop nemen, dan hoef je letterlijk geen rekening meer te houden met een ander of zo. Ja, dat is misschien een beetje egoïstisch, maar van de andere kant is het ook soms goed om gewoon eens even goed bij jezelf stil te staan. En als mensen inderdaad in een periode zijn dat ze die vraag hebben van, ik moet toch eens even stilstaan bij hoe wat nou met de rest van mijn leven doe, bij pensionering of zo, hè. Dan is dat feitelijk al een reden voor heel veel mensen om ze toch te ondernemen. Dat hoor je dan ook van mensen. Hè? Maar als je nou niet alleen op weg gaat, ja, en je zegt van dan een groep, jullie organiseren ook pelgrimstocht naar Perkedonders. Ja. Ja, dan ga je met een groep. Ik zeg wel eens een hele mooie oefening als je een lange tocht wil ondernemen naar Santiago om zo'n week lang op te trekken. En met name is dat het boeiende. Het is vrije inschrijving. Ik ga nu in september. We hebben 14 mensen. Ik ken er maar 3 van die ik hier ontmoet heb. Maar de rest allemaal onbekenden. Ook voor elkaar. Hè? En dat is ook het. Maar je hebt toch
bijvoorbeeld dan iets met elkaar. Hè. Anders schrijf je niet in, hè, op grond van die folder dat het iets met bezinning te maken heeft, met een bepaalde. Maar dat kan zeer verschillend zijn. Nou, je trekt de week met elkaar op. Daarna hoef je elkaar ook niet meer te ontmoeten. Het heeft iets van, soms groeide vriendschappen, maar soms ook niet. Maar het is, ja, dat is dan dat die ontmoeting, hè, het samen met elkaar zo optrekken en met elkaar gesprek gaan, dat heeft ook een hele eigen dimensie. Ik heb Helle van der Wijs, dat is een KRO-medewerkster die wandelingen organiseert, die zei eens, en dat is heel terecht, bij het wandelen kijk je elkaar niet in de ogen, maar je bent heel gericht op wat de ander zo zegt. Hè? En zo samen optrekkend ja, zijn de gesprekken heel anders dan gewoon thuis of zo met elkaar. Zijn dat individualisten, die mensen die met zo'n tocht meegaan? Je noemt het 14 mensen die ten uiter ingeschreven hebben daarin. Zijn dat pure individualisten in die zin dat er eentje is of de ander gaat samen met zijn echtgenote of met een vriend of hoe dan ook? Ja, ja. Of, ja. Hoe meldt zich dat aan? Ja. Nou, dat is heel verschillend. Dit keer zijn het dan twee echtparen en de rest zijn allemaal mensen individueel. Vraag jij informatie aan de mensen vooraf? Of dat je weet wat voor vlees dat je in de kuip hebt? Of hoe voel je dat aan? Ja. Is dat jouw ervaring die je met zulke groepen mensen zoiets willen? Ja, nou eigenlijk niet zoveel. Kijk, mensen hebben die folder, dus die hebben daarna contact dat ze zich opgeven. En soms hoor je iets meer van de achtergronden van waarom ze doen. Maar ach, ik denk, laat het ook maar gewoon over aan hoe dat dan loopt. We hebben wel, proberen wel een voorbereidingsbijeenkomst toch te houden om praktische dingen te organiseren. En ik denk dat het in dit geval goed is dat mensen elkaar zien en zeggen, ach, nou, weet je, wij pakken samen wel een kamer. Ik heb hem al opgegeven, een kamer alleen, maar anders moeten we, anders, ja. Prima. Nee, ik wil nog even één ding ook zeggen als het gaat over, ook al loop je alleen, hè, ja. Dat is dus toch terugdenkend aan die tocht naar Zuid-Italië. Je bent dan toch niet alleen bezig met puur met jezelf. Maar in mijn geval heb ik het ook zo gedaan dat ik van tevoren je bekend maakte dat ik naar het graf gratis liep. En ik heb mensen ook gezegd van, als je een intentie hebt, hè, die je mij wil meegeven voor Sint Gerardus, schrijf me op of stuur me maar een briefje of zo. En ik heb toen het schriftje gepakt en ik heb voor elke dag één of twee intenties opgeschreven. Want zoveel waardig hè, dat ik bij elke dag één of twee meer intenties had. En ik probeerde dan op die dag een beetje bij die intentie te zijn, dat ik ergens een kaartje voor ze opstak. En soms, als ik het adres had, stuurde ik een kaartje van ik heb hier voor u gebeden, voor uw intentie. Dus ja, je had ook het gevoel van, je liep met een rugzak voor je eigen spullen, maar daarnaast ook een soort rugzak van de zorgen van mensen die je ook meedraagt. Het is toch een tocht in verbondenheid met andere mensen. En ik heb toen ook in Italië aangekomen bij het graf in Gerardus. Dat was heel druk daar. Hè. Dat is eigenlijk een hele grote drukke bedevaartsoord van Sint Gerardus, waar zijn graf is. Hè. Heb ik bij zijn graf heb ik dit schriftje neergelegd. Ik ken geen Italiaans, maar de rector die zei van dit is de geestelijke rugzak van Pader Henk, Enrico, waar die neerlegt alle vragen, de zorgen die mensen in Holland nu neerleggen bij onze geraders. Weet je, dat vond ik heel ontroerend. Hè? Ja. Maar om aan te geven van ook al loop je alleen, je kunt het ook zo organiseren dat je toch ook mensen, ja, dat er verbondenheid is met mensen die thuis zijn. En die kan soms intensiever zijn, juist omdat je ze misschien niet dagelijks ziet, maar in je hoofd meedraagt, als het ware. Uiteindelijk ben je nooit alleen. Ja. Geestelijk niet en lichamelijk niet, omdat je mensen ook ontmoet. Telkens ontmoet onderweg. Ja. Dat is mijn heel sterke ervaring. Een enkele keer heb je wel eens dat je de hele dag loopt door de bos en zo, en dan heb je niemand gezien. Ik was ook s'avonds een keer moe en toen zei ik hardop tegen mezelf ook, zei van verdorie, hè, ik heb het toch vandaag wel erg alleen gevoeld. Maar toen schoot ineens te binnen dat ik hier in Wittem wel eens een keer iemand aan de telefoon had en zei, pater, ik bel eens op, want ik heb al dagen mijn eigen stem niet meer gehoord. Zo, van, ik wilde toch eens even wat praten.
denk ik, nou, dat geeft dan weer zo'n direct zo'n moment van verbondenheid. Hè? Zeg van, wat zit ik toch hier te klagen, ik kies er zelf voor. En er zijn zoveel mensen die nooit gedwongen alleen door het leven moeten. Hè? En nauwelijks iemand zien, en niemand praten. En dat geeft dan weer zo'n klik. Hè? Ja, ja, precies. Ja. En ik mag jou hartstikke bedanken voor dit heel interessante gesprek over pelgrimage. En ik zou tegen de kijkers zeggen, als u een keer wil meegaan, ik kan het u aanbevelen. Voor mij was het echt een openbaring om met Henk samen naar Aken te gaan.